Mijn naam is Daan Hidde. ik heb ruim 13 jaar ervaring als trainer bij Altius en nu ook als assistent trainer bij FC Utrecht, waar ik de allerjongste jeugd train. Ik weet hoe het voelt. Sta je daar ineens op je vrije woensdagmiddag en zaterdagochtend. Even kijkt de groep Stuiterballen je met grote ogen aan, maar dan is de rust snel afgelopen. De meisjes zijn meer bezig met hun outfit dan met de training en de jongens willen het liefste gaan gooien met jouw nauwkeurig uitgezette pionnen. Hoe kun je deze jonge kinderen bij de les houden en een seizoen lang plezier geven? En hoe kun je voor hen het juiste voorbeeld zijn? Er zijn ongetwijfeld andere trainers om je heen aan wie je advies kunt vragen. Maar om je op gang te helpen wil ik vier inzichten met je delen. Structureren, stimuleren, invullen aandacht geven en regie overdragen. Jonge kinderen hebben behoefte aan structuur en duidelijkheid. Maak in het begin van het seizoen afspraken met de kinderen en ook met hun ouders. Als je wilt dat iedereen ze onthoudt, zorg dan dat het er niet te veel zijn. En hou ze kort, simpel en duidelijk. Vooraf afspraken maken zorgt er ook voor dat je kinderen en ouders makkelijker kan aanspreken. Breng vaste patronen aan in je training en zet in op herhaling, zodat de spelers weten wat er van ze verwacht wordt. Om de concentratie te behouden is het goed om de oefeningen zelf niet langer dan 10 minuten te laten duren en jouw groep kinderen in duo's te verdelen. En bepaal per training één doel waar je naartoe werkt, zodat de kinderen doorhebben wat ze gaan leren. Jonge kinderen stimuleren door te focussen op wat goed gaat. Regelmatig complementeren dus, zoals over individuele acties, over het gedrag. Of juist over doorzettingsvermogen en de ontwikkeling. Kinderen krijgen hier plezier en zelfvertrouwen van. Als je feedback geeft, begin dan met iets positiefs en kom pas daarna met het concrete verbeterpunt. Door vervolgens af te sluiten met een positieve opmerking, wordt het kind gemotiveerd om iets met je feedback te doen. En bedenk dat kinderen dol zijn op beloningen. Geef af en toe iets lekkers of doe iets leuks. Zeker wanneer ze hun best hebben gedaan en niet alleen bij winst. Jonge kinderen hebben ook individuele aandacht nodig. Laat weten dat je kinderen gezien hebt door bijvoorbeeld elk kind bij naam te noemen en een high five te geven. Een gevoel van veiligheid en vertrouwen kun je bereiken door te communiceren op ooghoogte of een eye over de bol. Erken en waardeer de individuele verschillen in je team. Niet alleen fysiek, maar ook de verschillende karaktertjes. Geef daarom tips en uitdagingen op maat. En probeer zo goed mogelijk naar de kinderen te luisteren. Ook al komt het er soms onsamenhangend uit. Als je doorvraagt, kan bijvoorbeeld blijken dat een kind de oefening gewoon een beetje spannend vindt en wat hulp nodig heeft. Jonge kinderen willen het graag zelf doen, dus draag wat van jouw regie over. Stel simpele en open vragen, want kinderen vertellen graag. Vraag ze naar hun mening over de wedstrijd of over bepaalde oefeningen tijdens de training. En je zult zien dat het gesprek vanzelf op gang komt. Geef kinderen de ruimte om te ontdekken. Want ze hebben ontzettend veel fantasie. Stel ze een vraag en beweeg daarna mee met de avontuurlijke antwoorden. Hoe gek ze misschien al kunnen zijn. En wanneer je de kinderen verantwoordelijkheid in kleine taakjes geeft. Bijvoorbeeld het opruimen van spullen. Zullen ze dit vol trots dragen. En betrek je ze meer bij de wedstrijd of training. Trainer of begeleider zijn blijft mensenwerk. Erg leuk, maar niet altijd even makkelijk. Ik hoop dat deze vier inzichten je op weg helpen om een seizoenlang plezier te geven aan de kinderen en natuurlijk aan jezelf. Extra inzicht nodig? Kijk op tvsportplezier.nl/slash 4 Inzichten Jongste Jeugd voor meer informatie over de inzichten en tips uit deze video.